Yo, merci om deze video aan te klikken. Voordat de video begint, zou ik eerst nog een paar dingen willen zeggen. Een super hartelijk bedankt aan iedereen die meedeed. Deze is natuurlijk weer een super groot YouTube-project met keiveel YouTubers. Dus super bedankt aan iedereen die wil meedoen. Natuurlijk staan alle links van al die kanalen in de beschrijving. Nu, wat ik ook nog eventjes wou zeggen, is dat ik deze serie met mijn oude webcam heb opgenomen. Dus verschiet niet van de kwaliteit. Goede, wou ik nog even zeggen. Veel plezier. Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is een speciale video. Vandaag is het Minecraft UHC Season 3 Lost Kingdom. Nu, zoals je zelf ziet, zijn we met heel veel volk. Heel veel volk, volk 1, volk 2. Maar zoals je ziet is deze glazen doos... Massa is echt... Deze glazen doos is nu niet echt zo gezellig om iedereen voor te stellen. Geeft zelf voor sfeer en gezelligheid een 0. Maar voordat we naar de supermooie lobby gaan, gaan we eerst door een tijdlijn van herinneringen. Dus jongens, dat gaan we nu doen. Boys, nu is het tijd om deze tijdlijn van herinneringen te bewandelen. Belgium Hypixel right. UHC. En daarom die Belgische vlag. Ja, Minecraft UHC Season 1. Yay. Minecraft Survival. Ja, nice, er is iemand beneden. Ik ben, is er iemand beneden? Iemand die heeft bereid. Boom. Season 2 memories. Winter Battle. En Minecraft Survival Season 2. Hallo, de deur. Dit is toch open? Ja, en hier zijn we dan bij Minecraft UHC Season 3 Lost Kingdom. Oké, we zitten dus nu in het prachtige kasteel met een doorzichtbare vloer. Maar zoals je ziet is hier een prachtige dispenser in het midden. Sorry, iets veel zwijgen. Oké, maar deze prachtige dispenser gaat bepalen in welk team zit. Als we op deze mooie knop duwen, gaat er een stukje wol uitkomen met een bepaalde kleur. En die gaat bepalen in welk team dat je zit. Oftewel cyan, purple, orange, blue, yellow, red of groen. Adem. Oké, dus ik ga dat eerst doen. Ik ben van het YouTube kanaal Gletscher en ik zit in team rood. Oké. Riff enthousiasme, oké. Oké, de volgende is Aaron, doe maar. Ik ben Aaron, maar dat wisten jullie al, want we hebben intussen al 10 keer deze opname gedaan. En ik zit in oranje. Oké, de volgende is Rick. Yo, ik ben Rick, ik ben van het kanaal Rick Games Legends en ik zit in team oranje. Wow. Dag, een echte team. Mooi, mooi, mooi. Ja, het is aan u, Pieter. Hallo, ik ben Pieter van het kanaal Pieter Doet Spellen en ik zit in het team rood. Hey, Pieter! Hey. Met de winnaar van het team. Ja, oké, de volgende is Simon. Doe maar. Nou, ik ben Simon van het kanaal Simon en ik zit in team groen. Yay! Boe, Aaron, boe. Oké, de volgende is Paddy. Ga jij maar op de knop duwen. Nou, ik ben Paddy, mijn Minecraft username zegt genoeg en mijn team is geel. Geel. Nice, nice. Ah, ik ben Sander van het kanaal Gaming SB. Ik ben purple. Purple. Oké, de volgende die ik me voorstel is Gaming Teenager. Ik ben Lucas van het kanaal Gaming Teenager en Cyan. Yeah. Ik ben Arno en ik upload op het kanaal Starnet Gaming en mijn kleur is groen. Oké, Jarne, het is uw beurt. Hallo, ik ben Jarne van Total Jarne en ik zit bij kleur geel. De volgende is Miranes. Hallo, ik ben Maurice van het kanaal Miranes en ik zit in team blauw. Dan mag iemand van jullie twee kiezen wie er op de knop gaat duwen, want... Ik offer me wel op dead. Yeah. Ja? Nou, hey, ik ben Lucas van Lucas en. Lucas. Blauw. En je bent blauw. Oké, dat betekent dat ik ben. Waar zou ik zitten? Jaren, want ik ben Jaren in team Purple zit. Yeah. Woehoe. En dat betekent dat we kunnen starten! Yeah. Ah, nee, dat is niet waar, want we moeten het juiste team doen met zwaartje. Oké, we starten en ik zou zeggen, iedereen gaat in zijn eigen privé Discord call in de server. Yo, veel succes, iedereen mogen de beste winnen. We zijn team tomaten-ijs, hey. Nee, we zijn geen team tomaten-ijs. Jawel, we zijn team rood. Thank you.
Oké, we kunnen eraan beginnen, Pieter. Ja. Yes. En heb je er zin in, Pieter? Yes, ik ben echt hyped. Ah, ik ook wel, jongen. Holy shit. Wie denk je dat er als eerste dood zijn aan? Jarin. Blijf bij Jarin. Oh, eindelijk. Yes, I'm fucking hyped. Ik ga even kijken naar mijn opname, het nog normaal doet. Ja, mijn webcam staat niet meer zo supergoed, maar ik die net uit de rage van de tafel heb geduwd. En we gaan één voor één bepalen wie in welk team zit. Mijn ding is gevallen. Oh shit, man. Eat blooper, mijn tante. Maar we moeten even wel met een tactiek komen, want nu zijn we maar gewoon aan het minen. Ik heb een crafting table. Oké, dan bouwen we iets om onder de grond te gaan. Pieter, we moeten aan een teamnaam geraken. En wat moeten we? Een teamnaam. Ah, ik heb nu ook een pickaxe. Maar we gaan geen... we gaan geen dingen pakken, geen tomatenijs. Oh, hier is er steen. En sugarcane. Oh, ja, sugarcane, wat let's go. Kunnen we met sugarcane... Ah, boeken. Ja. Ja. Het middenpunt is 0-0, dus naar waar het nou kan dus. Aan de andere kant. Inderdaad. Wat gebeurt er als je een enderportal maakt, of een netherportal maakt, en er terug uitkomt dat je zit buiten de border? Ik heb flint. Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik stel voor dat we het niet uitproberen. Nee. Oh, gaat er iemand doodgaan de eerste aflevering? Het is ook nice om te zien dat iedereen dat zo begint achievement te krijgen. Ja, maar nu is iedereen zo aan het minen en aan het zoeken naar shit. Wat? Oh, ah, maar zij hebben zo'n ding van... Maar ze hebben ook diamonds. Zij hebben een portal gevonden, volgens mij. Zo'n nether portal. Oftewel een shipwreck of zo. Oh, dat is wel vies gek, joh. Ik heb even mijn stoel wat hoger. Dan ben ik zo wat hoger. We hebben hogere verwachtingen. Nee. Dan ben ik hoger op mijn webcam. Ah, dus als iemand dood had, kan je ook... Oh. Oppassen hier. Dat is... Oké. Gevaarlijk. Pak die kool anders. Kool, ja. Wat gaan we doen als we een ander team tegenkomen? Gaan we pussy doen, of...? Ja. Zolang we niet als eerste doodgaan. Ah, dit is echt heel... Dus er is letterlijk niks te doen hier. Oké. Okay. Ah, Gaming SB en Jarin, nice. Dat zie ik niet goed komen, jong. Die gaan heel hard falen, denk ik. Denk het ook. Niet om slecht te spreken of zo, maar... I don't know. Misschien gaat mijn voorspelling toch nog... Diamond! Ja? Ja, maar ik ben nog aan het wachten op mijn iron. Echt, ik ben een trap naar beneden aan het graven en het eerste blok dat ik mine is. Zo, diamonds, yes. Nice. Oeh, het zijn er nog redelijk veel bij diamonds. Oeh, twee teams die al diamonds hebben, boy. Ik heb er vijf. Kijk, ik heb wat eten, maar ik ga nu gewoon wat bomen omhakken, denk ik. Zullen we niet met die iron dat we nog hebben een bucket maken en dan kunnen we daar obsidian krijgen? Ja, dat is goed geworden, maar ik heb bijna een beetje fall damage gepakt. Want er is een diamond pickaxe, maar dat ik een beetje obsidian kan gaan. Dan kunnen we een... Sorry, ik verschiet mij de tening van een fucking schaap. Oh, kijk de held van Gaming SB. Dit komt niet goed als hij zo voort. Ik heb het gezegd op voorhand. Gaming SB gaat de eerste zijn die dood is. Of, ja, team van Jarin dus. Het kan nog altijd anders lopen. Het kan even goed zijn dat ik straks in lava sukkel en dat ik gewoon direct dood ben. Ja, ik ben hier een slimme zijn. Tactiek aan toepassen voor niet in de lava te sukkelen. Ah, maar ik kan ook een paard pakken voor ladder, tuurlijk. Ja. Sorry, boy. Uw vriend even ogen dicht doen. Ik ga nog een beetje verder. Oh, wow. Als er dus nu al een paar teams bij elkaar zijn, kan het rap gaan. Hé, hey, redstone, zullen we daar iets mee? Nee, zie. Nee. Ik ben eens benieuwd of dat... Shit. Oké, dat is luid. Dat is wel handig voor levels. Ja, ik ben dat gewoon. Ah, de border will now shrink. Oké. Ja. Dus ik ben het wordt trouwens donker, dus ik ga zo eens terug naar je komen. Ja. Terug naar u komen. Rip sinds constructie. Ik heb heel veel eten bemachtigd en ik heb alles wat we nodig hebben om een enchanting table te maken, dus beter kan niet. Ik heb alleen geen appels gevonden. Of ze moeten hier nu gevallen zijn. Ik ga de cave afsluiten. Nobody has to know wie we hier. Het is ook nacht, dus dan trek ik mij liever terug onder de grond. Oh, er zijn heel veel mensen wat hel verloren. Kijk daar. Ja, eigenlijk zijn wij... het zijn het enige team buiten dat van Aaron die nog heel leven zit. Hier kan ze anders jouw leven. Maar ik ook die achievement. Beetje flexen. Hier, ik heb niet eens iron. Fuck iron.
Eerst diamond en dan iron. Oké, okay, dikke shit. Nog iron, nice. Dat is echt zo op ISO. Ah, wacht, heb je al de iron? Hier, iron pickaxe heb ik even vast. Nee, dan. Maar ik een iron... Ja, maar die ga ik wel bijhouden. Ah, maar als ik diamonds vind... Ik kan ook trouwens licht gebruiken, want ik zou wel graag iets kunnen zien in mijn video. Ah, ik gebruik... ik heb ultra brightness. En we hebben even je files een beetje aanpast. Oeh, cheater of hè? Nee. Just we laughing, hè, ja. Enchanter. Oh. Zijn ze wel goed bezig, behalve ja, van leven dan. Ja, inderdaad. Maar ja, ik moet die armen niet onderschatten. Want, We moeten ook wel opletten voor de border, want ik weet niet hoe dicht dat we zijn van de border. Ja, maar ja, inderdaad. Dat heb ik ook wel expres gedaan, dat je niet kunt zien waar dat de border is. Ah, maar je ziet de border dus niet als je ernaast staat. Ja, je ziet hem wel, maar normaal gezien stond hij rechts in het scorebord. Ah, zo. Ja, anders zal het wel moeilijk zijn. Ja. Het ziet er wel naar uit dat iedereen het gaat overleven, de eerste aflevering. Ah, ik heb ook gold. Ja. Als iedereen het nu overleeft, zou dat de eerste keer zijn in een seizoen dat iedereen de eerste aflevering overleeft. Hey, het is nog redelijk veel gold, wij, amai. Ja, ik heb 1. Ik heb 8 oor. We kunnen al een apple maken. Oh, ik zit hier in een cave. Ik sluit het even af. Waarom... Ik hoor lava dicht. Allee, redelijk ver, maar... Ik sluit het even af. Voilà. Ja. Het handige van mijn ondertitels te spelen. Dat je... Ah ja. Jij vindt wel alle soorten manieren om vals te spinnen, hè. Boom. Eigenlijk 1, 2, zou dat 3. Wel geweldig zijn als we een ding vinden. Mineshaft. Want dan kun je daarbij dan makkelijk string verzamelen voor een doel, een arrow. Maar toch fuck ik niet echt mijn mineshaft, hoor. Nee, die poison spiders zijn niet... Je hebt al een diamond pickaxe gemaakt, hè. Yes. Oké, dan ga ik dat al niet meer doen. Jij zei dat, oké. Ja. Oh wow, je hebt wel veel eten, amai. Wacht, moet ik een shield maken voor u? Ah, dat mag. Ja. Als ze de grotten gaan... Volgens mij zijn we nu al... Ah nee, wacht. Ah nee, het is toch die kant op voor de... Het is... Ah nee, het is die kant op. Oké, we zijn dus... Ik ga anders de shit van daar gaan halen. Want... Ja, wel, daarom dat ik was me daar van, ja, waar de fuck zit hij nu naar die kant te graven? Ah, maar ja. Ja. Is er hier al ergens iron aan het smelten? Ja, hier. Yo, ga jij mijn iron stelen, of hè? Nee, dat is onze iron. Ah, dat is waar. Sorry, mijn teamgeest... ik heb wel schrik dat we zo iemand gaan tegenkomen in de grot, maar de wereld is best groot at the moment. Ja, we zitten op 230 blokken van de spawn. Ah ja, heb ik al een shield gekregen, hè, zeker? Nee, ja, nee, inderdaad. Wacht, ik heb 14 iron. Heb ik? Ah ja. Oh, nee, ik heb een diamond pickaxe gemaakt. Oh mijn fucking god. Oh mijn god, ik ben een dommerik. Oh mijn god, dat is zo debiel. Waarom heb ik een diamond pickaxe gemaakt? Okay, ja, boeien, maak je. Hebben we nu nog een diamond voor enchantment table? Oh mijn god, dat hebben we ook niet meer nu. Fuck. Heb jij obsidian al? Ja, dat wel. 4. Okay. Oh mijn god, ik krijg hier afgesloten. Is dat de meest fucking clown grot op aarde? Oké, okay, ja. Een diamond pickaxe gaat tenminste wel lang mee, dus dat is wel positief dan, I guess. Dat kunnen we goed doorminen. Ja. Dus dat ga ik wel even doen dan nu gewoon. Ja, gaming nog... SB staat op dit moment nog altijd laatst, of van onder, van ja, maar hij is wel niet meer health verloren, dus dat is wel positief. Nee, maar ik denk als wij hun zo'n tegenkomen, dat we wel een kans kunnen maken voor hun te killen. Ik ga even ja, een dat beetje... denk ik nu ook ik ga wel. Ga even een porkchop eten. Dat ja, dat is goed. En hopelijk vinden we wat meer diamonds, hè. Ja. Oké, einde van de eerste aflevering. Ik hoop het een beetje leuk vond. Als het een beetje leuk vond, was het een blauw rampje omhoog. Ah, maar de volgende keer gaan we verder in Minecraft UHC, seizoen 3, Lost Kingdom.